Hallo, welkom bij Fotoschool. In deze video gaan we je laten zien hoe je de Viltrox Speed Booster kan gebruiken, hoe je de Viltrox Adapter kan gebruiken om EF, Canon EF lenzen op een EOS M camera te plaatsen. Ik ga je foto's laten zien die gemaakt zijn met de Speed Booster, de gewone adapter en de Canon lenzen. Ik ga je hetzelfde laten zien voor video's en dan kan je zelf kijken of de kwaliteit van deze Viltrox producten goed genoeg is om zelf ook te gaan gebruiken. Vind je deze video leuk? Klik dan op abonneren en like. Laat een commentaar achter. Daar kan ik weer van leren en voor jullie weer betere video's maken. Maar abonneren, dat zou mij erg helpen. Dus alsjeblieft, doe dat. Dank je wel. Veel plezier met deze video. De Speed Booster verkleint de brandpuntafstand met 0,71. Een APS-C camera gedraagt zich als een full-frame camera. Daarnaast win je één diafragma stop en wordt een 4.0 objectief een 2.8 objectief. De gewone adapter doet niets anders dan het laten passen van EF-lenzen op een EOS M camera. Het plaatsen van deze adapter gaat precies hetzelfde als je normaal een EOS M objectief op je camera plaatst. Voor de Speed Booster en de gewone adapter is dat precies hetzelfde. Het plaatsen van EF-objectieven op deze adapter gaat precies hetzelfde als je een normaal EF-objectief zou plaatsen op een camera. Het verwijderen van de ring gaat precies hetzelfde als het verwijderen van een objectief. Ik heb de kwaliteit van de Speed Booster getest door een standaard opstelling van een testkaart en een pop te fotograferen. De testkaart werd steeds belicht met 1/80ste seconde op diafragma 8 en ISO 100 met een externe flitser. De pop werd verlicht met een 100 watt ledlicht. En er werd gebruik gemaakt van 1/100ste seconde weer diafragma 8 en ISO 400. Bij deze test heb ik twee objectieven gebruikt, de Canon EF 1635 4.0L en het kleinere broertje uit de EOS M serie, de EFM 1545mm, omdat beide qua brandpuntafstand vergelijkbaar zijn. Bij de foto van de testkaart bij het 1635mm objectief met adapter vallen eigenlijk geen grote bijzonderheden op. Scherpte is overal voldoende aanwezig en ook bij het 100% crop zijn er geen opvallende zaken. Wanneer we hetzelfde objectief gebruiken met de Speed Booster zijn er ook geen opvallende zaken en zeker de 100% crop lijkt niet slechter te zijn. Het veel goedkopere 1545 objectief, wat vaak als kitlens wordt meegeleverd bij EOS M camera's, doet het eigenlijk net zo goed als het veel duurdere L objectief samen met een Speed Booster of de adapter ring. Als je de drie crops naast elkaar legt op 100% van de grootte, zie je geen opvallende verschillen tussen de drie verschillende afbeeldingen. Ik mocht een van de poppen van mijn dochter gebruiken als model en deze heb ik verlicht met een 100 watt ledlamp. Vervolgens gefotografeerd steeds met het EF objectief en het M objectief, al dan niet met of zonder Speed Booster. Ook hier zie je weer geen grote verschillen tussen de kwaliteit en de scherpte van de foto's. Opvallend is dat wanneer je gaat inzoomen op de ogen, wat een hele goede weergave is van hoe scherp het beeld nu eigenlijk is, er tussen de drie verschillende combinaties nauwelijks enig verschil is. Hoewel er bij het M-objectief iets meer licht lijkt te zijn, ondanks dezelfde lichtomstandigheden. Een miniatuur treinbaan werd verlicht met dezelfde ledlamp. Je ziet dat de camera af en toe wat moeite heeft door de vele bewegingen om op het juiste punt te focussen. Maar tussen de verschillende combinaties zijn er geen heel duidelijke verschillen. Hoewel het wel zo lijkt alsof de Speed Booster het beeld ietsje donkerder maakt, maar mogelijk ook zelfs ietsje scherper. Hetgeen je eigenlijk zou verbazen omdat er glas tussen je lens en de camera ingeplaatst wordt door de Speed Booster. Ook het relatief goedkope EOS M objectief doet het hier best goed. Al met al zie ik dus in de drie verschillende tests geen grote verschillen tussen de combinatie met de adapterring, de Speed Booster en het gewone EOS M objectief. Zo, we zijn aan het eind van deze
korte test van de Viltrox Speed Booster en van de Viltrox Adaptor Ring. We hebben gezien in de voorbeelden van de testkaart, maar ook de pop als model, dat de verschillen tussen de foto's met de Adaptor Ring en met de Speed Booster niet heel groot zijn. Zelfs de verschillen met de Canon EOS M kit lens, die aanzienlijk goedkoper is dan het L-objectief wat we gebruikt hebben, zijn zeker niet groot. Je kan dus wel zeggen dat het kopen, het aanschaffen van de Viltrox Adaptor Ring voor een kleine 40 euro bij Amazon een no-brainer is. Zeker als je een EOS M camera hebt en EOS EF lenzen. Die passen dan allemaal op je EOS M camera en ja, lenzen zijn duur, dus als die passen op een andere camera, gewoon doen. Dus, heb je een EOS M camera en EF lenzen, koop die Viltrox Adaptor Ring, veel goedkoper dan de Canon. Autofocus belichting doet het prima, beeldkwaliteit wordt zeker niet slechter. Dan de Speed Booster, die zorgt ervoor dat je brandpuntsafstand kleiner wordt, zodat het net lijkt alsof je EOS M camera een full frame camera is, terwijl die een APS-C sensor heeft. Dat is een mooi voordeel. Het betekent dat bijvoorbeeld je scherpte diepte minder wordt, dus dat je sneller een mooi wazige achtergrond hebt. Daarnaast win je ook nog één stop aan diafragma en dat betekent dat je lenzen dus licht sterker worden of zijn met deze Speed Booster. Een 4.0 wordt een 2.8 objectief, ja, en dat is toch de moeite waard, zeker als er wat minder licht is, kan je dat goed gebruiken. Hij is wel aanzienlijk duurder, hij is 135 euro, maar dat is veel goedkoper dan vergelijkbare alternatieven boven de 500 tot 600 euro kosten. Dus, korte conclusie, de Viltrox Adaptor Ring voor EOS M camera's zeker doen als je EF lenzen hebt. De Speed Booster, als je behoefte hebt aan een verkorting van je brandpuntsafstand en één stop extra licht, zeker doen. Het is wel 135 euro. Op beide ringen werkt je autofocus en werkt je belichting goed. Dat is één uitzondering. Ik heb zelf een 85 1.2 L objectief en daar werkt de autofocus met de Speed Booster niet. Maar ja, dat is toch al een heel lichtsterk objectief. Daar heb je misschien ook helemaal geen Speed Booster bij nodig. Nou, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, geef het een like. En abonneren, ja nogmaals, het zou mijn kanaal enorm veel verder helpen als veel mensen zich abonneren op mijn kanaal. Zoek jullie in de toekomst vaker hopelijk interessante films over fotografie en de basisbeginselen van fotografie kan brengen. Tot ziens!